Hoi, welkom weer in een nieuwe weekvlog. Welkom bij deze maandagmiddag. Ken je die meme van I get more cleaning done in 5 minutes before people come over than I get done in an entire week? That one. Dat was ik. Kijk eens mooi schoon. Kijk eens mooi schoon. Boven, kinderkamers zijn goed gestofzuigd en in ieder geval is de vloerbedekking. En de badkamers boven gedaan en de overloos boven gedaan. Want het is nu 4:30 en tot als ze om 4:30 hier met iemand van de bank zijn, moest ze een van de belangrijke overleg doen. En ik had gezegd van joh, als het kan, doe het dan op kantoor in de schuur. Ik weet dat het een beetje koud is, dus afhankelijk van dat het ook leeg is. Wat andere mannen het niet gebruiken. Want vanaf 4:30 ga ik die kinderen ophalen en ja, kom ik terug naar huis. En ik ga zelf om 6:30 richting de logopedie. Want ik heb om 6:00 een afspraak en ik heb om 7:30 ook een logopedie afspraak voor Logan. Het oude gesprek, daar zou voor Logan ook niet bij te zijn. En daar ga ik dan samen heen met mijn ex-man. Hoewel mijn ex-man dus nu niet met mij meerijdt, omdat ik daarvoor een afspraak heb. Maar mijn ex-man gaat er dus ook naartoe. Anywho. En dat is precies het tijdstip waarin Pascal met Fleur naar Turner gaat. Dus heb ik voor vanavond gevraagd of mijn schoonzusje even de kinderen op bed wil leggen. Dus ik wou zorgen dat de kamers en de badkamers schoon waren, zodat zij op het gemakje alles kon doen. Zonder het gevoel te hebben van, waar loop ik precies? En dat alles klaar lag voor vanavond, dus de pyjamaatjes en de onderbroekjes en zo. Kinderen kunnen het heel goed zelf voor, maar hè? Het is altijd fijn als het gewoon klaar ligt. En toen dacht ik ineens, ik heb nog maar een kwartier om mijn beneden te doen. Dus ik heb echt als een malle mafioso beneden netjes gedaan. En nu is het 4:30 en dan zijn ze het niet. Dus ik denk dat het toch Pascal gelukt is om in de schuur het overleg te doen. Ik zie hem ook niet staan volgens mij. Dat vind ik dan zo irritant. Ik zeg dan gewoon dat het gelukt is om het in de schuur te doen. Dan moet ik niet zo de stress. Ik kan het niet zien. Boris is ook niet aangeslagen, dus ik weet het niet. I don't know. Maar ja, ik ga dus zo om de kinderen. Overigens ook alweer deze. Ik heb de batterijen gehaald vanochtend. Kijk naar hoe cute. So adorable. Hoi, welkom bij deze dinsdag. Het is echt alweer 3:15. Ik ga echt als een jekko om die kinderen. Want Brooke heeft haar laatste zwemles voor diploma A. Want donderdag mag ze afzwemmen. En volgende week gaat ze dan goed op de maandag zwemmen voor de B om te oefenen. Mag ze dan die diploma zwemmen natuurlijk nog goed. Dus dat gaan we eens even regelen. Lekker druk bezig geweest. Kindjes zijn naar school en nu bij de gastouder. Dus ik ga ze even ophalen. Nu doet alles wat je zeg maar, dat de kinderen zeg maar, van tevoren moeten omkleden, moet ik echt een hele grote tas meenemen. Want Brooke die mag dus daar niet omkleden, dus je kan daar niks laten liggen. Dus ja, ik moet haar dus in de hal bij de gastouder gaan omkleden. Dus ik moet dat ook niet daar laten liggen. Dus mijn kleding moet ook in de tas en Logan wil zijn iPad meenemen en oh my god, stress. Maar we gaan die doen. En zo is het alweer bijna 7:30. Ik heb een trui gekregen van Pascal, die was binnengekomen. Hashtag zwaar leven. En het is wel toepasselijk voor vandaag. Want weet je, toen ik de camera oppakte om te vertellen dat ik die kinderen ging ophalen voor zwemles, omdat ik zo lekker had gewerkt en blablabla. Weet je wat ik wel was? Nee, vergeten. Ja, uiteindelijk wel. Ik bedoel, ik zat zo in mijn workflow en toen wou ik weg naar voor zwemles, ik ook zit zwemles. En dacht ik, oh zou ik Logan's logopedieboekje nog meepakken? En dacht ik, dat ga ik nooit meer redden, want Logan die had logopedie nog voor zwemles. Maar ja, dan moet je wel iets eerder vertrekken en dat had ik dus niet gedaan. Dus ik heb meester Jos, zoals hij heet, heb ik even afgebeld om te zeggen, ik zat zo in mijn werk. Compleet vergeten, kan gebeuren. Volgende week weer een nieuwe afspraak staan, dus dan gaan we daarvoor. Ik baalde er wel heel erg van. Ik dacht, shoot. Loon heeft al een klein beetje oefend. Ik moet zo nog gaan oefenen. Heb ik allemaal oefeningen gekregen gisteravond voor mijzelf. Ken je ze? Ik ben het ook gegeven. Maar ik loop dus nu op een logopediste. Logopedist. Ik zei eigenlijk, het is een man, hè. En bepaalde oefeningen gekregen, want blijkbaar gebruik ik mijn tong niet goed en dusdanig weinig dat die ook helemaal niet zo sterk is. Dus ik compenseer alles met mijn kaken, heel lage. En dat heeft natuurlijk spanning op bij je kaakgewricht, wat waarschijnlijk weer een oorzaak is waarom ik niet alleen weer voor de tweede keer een beugel nodig heb, maar ook
waarom ik zo last kan hebben van migraine. Dat zou eraan bij kunnen dragen. Dus daar gaan we mee aan de slag. Als goed is komen ze de boodschappen van de Jumbo binnen. Even kijken hoe het loopt. Tussen 7:30 zou die er zijn. Dus ja, maar daar baden we dus nog van. Breakfast had lekker gezwommen. Lekker gegeten, met de persconferentie gekeken. Word je er niet vrolijk van, eerlijk gezegd. Zelfs als we nu met meer mensen kerst hadden mogen vieren, hadden wij dat niet gedaan. Normaal gaan we altijd op eerste kerstdag naar mijn moeder. En daar komt altijd heel veel moederskant van de family. En doen we cadeautjes en zo. En dat zat er natuurlijk sowieso niet in, want ik geloof dat het zo rond de... Nee, voor van de jaren was het maar zo tussen 15 en 13 en 15. Het was vroeger aan 30 of zo. Dus het was sowieso al te veel mensen geweest. Dus mijn moeder komt nog tweede kerst hier naartoe en ik werk dan gewoon een keer op eerste kerstdag. En voor Pascal's familie maakt niet zoveel uit. Dus ja, voor ons is het niet heel veel verschil. Ik vind het wel, het wordt wel heel zwaar. Dus je ook gaat denken over proeftesten doen. Van, nou, kan dit wel, kan dit niet. Vaccinatieprogramma. Daar krijgt hem wel weer een klein beetje benauwd van. Ik ben sowieso niet zo heel erg grappig op vaccinatie en dat soort dingen. Ik snap dat het misschien voor de algehele gezondheid gewoon wat beter is. Maar ik kan eerlijk zeggen dat als zuster zijnde zelf ik geen enkele moeite heb om injecties te geven. Ik heb wel wat meer moeite om ze te krijgen. Maar goed, ja, en dan wordt waarschijnlijk als een van de eerste. Nee, een van de eerste. Qua sectoren wel. Dan denk ik, kijk, bij ZZP'er moet ik hem dan zelf regelen. Of wordt het geregeld door een organisatie dat ze dat gewoon zeggen. Dat ze mij gewoon weer meenemen. I don't know. Dus daar zit er wel mee. Maar voor de rest gaat allemaal goed. Dus ik ga hier even opruimen. Dan kan ik zo mijn boodschappen kwijt. Want die komen ze dan zo bezorgen. En dan ga ik mijn logopedie oefening doen. En dan ga ik de finale kijken. Is het tot de finale? De halve finale van... mooiste plaatje, beste plaatje. Leukste plaatje. Top. Pascal zit nu, is al gesport. Nu ging hij naar het eten sporten. Met niks. En die ging daarna voor zijn werk. Heeft hij een, ja, normaal gesproken is het een soort van borrel s'avonds. En nu is het een soort van Zoom meeting. Waarin belangrijke details uit het werkveld worden gedeeld. Van hey, hou hier rekening mee, hou daar rekening mee. En dit verandert ook bij wetgeving. En dan is het namelijk een borrel en nu doet het allemaal via Meet, volgens mij. Via Google Hangout of zoiets. Dus dan zit hij achter je computer bij zijn oordopjes. Kinkje van bed. Dus ik heb even de ruimte hier. Let's do something. Sorry, wat zeg je? Waarom slaat je tien een beetje open? Oh, nou, kijk maar eens even. Leuk, wil jij ook vakje Tino openmaken? Je kan het in de kerstboom hangen. Maar daar hangt het nu niet. Wat? Werkboom dan? Nee, je kan het in de boom hangen. Wat kan je in de boom hangen? Kijk, hier is rond. Nou, zie jij het broekje? Wat zijn dit? Dat heb ik al ook gezien. Die kan je zelf kleuren. Ja, hoeveel per stint? 3 met een kerstboom, een kerstster en een kerstklokje. Auw! Deze zijn voor Brukje. Boris. Boris. Hey, laat de baby's met rust. Kom. Laat ze eens met rust. Een kerstboom, een kerstboom en een kerstster. Leuk hè? Kan je zelf met viltstift of met verf kan je ze versieren. En dan kunnen ze of in jullie eigen boom of we kunnen ze hier aan hangen wat jullie willen. Nee, je moet viltstift hebben, schatje. Viltstift, hè? Wel een leuk idee, toch? Boris, kom eens hier zo. Als je daarna met lijm en glitters, dat kan het. Boris, laat wel eens met rust. Ja, je wil aandacht hebben. Je moet niet andere kindjes gaan irriteren. Ik wil
Zo, kleur, dan kan ik eventjes jullie boterhammetjes smeren. Leuk cadeautje wel, hè? Mini cadeautje. Ik zag het al. Oh, je zag het al, maar je wist niet dat het voor jullie was. Die lui is echt zwaar, al vier keer voorbij gelopen. En nu zegt ze ook, oh, katten laten zien. Dat is nog niet. Ik heb dus gisteren niet gevlogd. Gisteren hadden ze jojo's gekregen. En als je nou denkt, joh, meid, wat ben je er allemaal moeilijk aan doen voor een adventkalender? Dat valt keuze mee. Ik heb het allemaal bij de Lobbes besteld. En het kost geen rol. Ik geloof dat ik voor de hele maand, voor vier kinderen, 60 euro kwijt was. En daar hou ik waarschijnlijk nog wel genoeg van over. Want in dat heb ik vorig jaar al gekocht om mee te knutselen. Ook voor mijn cliënten toen de tijd. En ik geloof dat pakje 4 euro was of zo. Dan heb je 12 van die dingen om te versieren. Dus het valt echt mee. Het is echt, die jojo was enkele euro, het boekje was enkele euro. Het boekje is geheimschrift komen doen. Stikken wel. Boris! Kom eens hier. Boris heeft een beetje last van Karen syndroom. Hij is te veel binnen nu. En dan gaat hij heel veel energie. Ja, het is buiten gewoon geen weer. Hij wil niet naar buiten, want het is slecht weer. Ik ga even een placement. Wil je een placement? Oh, liever? Nee. We gaan het niet op die manier doen. Je mag ze eerst kleuren. Waar zit geen stift? Dan moet je stiften van boven pakken. Maar mijn stift van boven kan ik niet vinden. Oh, dan moet je even goed zoeken. Zit er niet eens. Ziet je namelijk. Auw! Wordt het hand nou eens op. En dan doen we vanmiddag maar even glitters eroverheen. Dan moeten we eerst even de andere lijn doen. Boris! Dank u. Maar dan gaan we vanochtend hier glitters werken. Dat vind ik nog niet zo'n goed idee. Dan ben ik zelf heel de ochtend aan het opruimen. Ik heb even geen tijd om daarnaast te zitten. Dus zoals ik al zeg, als Boris heeft een beetje last van cabin fever. Want Boris. Hij is te veel binnen geweest de afgelopen dagen, omdat het slecht weer was. En dan gaat hij altijd lopen clearen. En dat doet hij natuurlijk bij kinderen die kan hebben. Mensen die kan hebben. Dus dan gaat hij bij die kinderen, gaat hij dan iedere keer tegen hun aanlopen of in hun armpjes hangen en dat soort dingen. Hij bijt helemaal niet door, ze hebben er de rest niks van. Maar het is wel super irritant. Ik moet chocolade opeten, dat is ook niet de bedoeling. Dus ja, dat is een beetje jammer. Want het is natuurlijk echt wel dat het een erfhond. Hij is eigenlijk 19 keer buiten. Maar ja, hij houdt niet zo heel erg van regen. En de afgelopen dagen was het en koud en mistig. Dus het was een beetje nat in de lucht. Dus dat schiet allemaal niet echt op. Nee joh, ik ga mijn kinderen redden van de hond. Als je zelf bij de baby gaat kleren, dan is je toch wel heel ver weg. Schiet nou eens op met je dikke billen. Ga eens die kant op. Ja. Je hebt al gegeten, je hebt al gedronken, je hebt al een plasje gedaan. Ik wil het niet meer horen. Kom. Ik wil dat je hier gaat zitten. Ga maar even af. Ga eens af. En blijf. Kijk, dan doe ik je nog heel even een klein beetje knuffelen. En ik ga zo met jou spelen als ik eentjes op school ben. En dat weet jij. Dat weet jij. Ja, schat. Jongen, doe deze mijn knuffel. Jij wordt los van je knuffel zijn kwijt. Ja, kan jij delen, denk je? Kan je helemaal niet delen? Ik wil niet delen. Nou, maar als het andersom is, wil jij wel dat lopen deel, denk ik. Gezondheid, Boris. Ik ga eerst de boterham voor jullie smeren, anders hebben we straks moeders naar school moeten. Ik ben net om de kindjes geweest vanuit school. Logan ging toch nog even bij een vriendje spelen. Kan echt maar heel eventjes. Want ja, ik had gevraagd, waar wil je natuurlijk? Wil je naar de vriendin van je vader? Die is ook vandaag vrij. Of ga je spelen en dan bij mijn vader vanaf 4 of 5 of zo. Want hij mag dus niet meer naar zwemles. En dat is dat ik wil naar opa toe. Dus, nou, oké. Okay. Maar dan wou hij vanochtend toch spelen bij een vriendje. Ja, dan zegt hij, dan ga ik daarna wel naar de vriendin van papa toe. Ze zegt, nee, ik heb nu opa al geregeld, dus dat mag niet meer. Je gaat nu naar opa toe. Opa rekent nu op jou. Oh, ja, ja, ja. Maar we gaan toch even spelen, dus het kan echt maar een uurtje. Maar goed, ga je helemaal blij. Maar Brooke heeft daarom ook een geluksdag. Niet alleen mag ze strakjes afzwemmen en dan al de cadeautjes openmaken. Maar ze kwam en zei, mama, ik heb iets gevonden. Het is een Happy Stone. Hoe cute is dat? Op het schoolplein, hè? Dus waarom niet zelf laten zien? Maar. Ik vond het super cute. Nou moeten we nog even bedenken, als ik het zo online kijk, mag je hem of houden of zelf ergens anders neerleggen. Dan staat er ook wel een hotmailadres achterop, maar ik weet niet zo goed waarom. Moet ik laten weten dat ik hem heb laten vinden, dat ik hem heb gevonden. Ja,
Wat is jouw adres? Ja, het is een hot, een e-mailadres dat je e-mailtje kan sturen naar iemand. Ja, hoe cute is die? Super schattig. Dus Buck ging even nadenken of ze hem nog even wil bewaren. Of ze er zelf eentje wil maken. En of ze deze ergens anders wil neerleggen. Dat is echt super cute. Ik wil die eigen steen. En ik wil aan Boris geven. Je wil een steen aan Boris geven? Ja, maar Boris die kan er niet zoveel mee, schatje. Ik denk dat het leukste is als je hem of bij de zwemles neerlegt. En dat je nu ergens neerleggen. Ja. We zijn nu gewoon thuis en hier komen niet heel veel kindjes om hem te vinden. En het idee van de scène is dat iemand anders er even heel blij van wordt. Jij was ook heel blij dat je hem had gevonden. Ja. Ik ga eerst eens eventjes lunchen, want dat heb ik in alle hectiek nog niet eens gedaan. Beetje jammer. Oké. Okay. Binnen. Oh, en onze kerstkaarten zijn binnen. Ook superleuk. Even op de vinger laten zien. We hebben ze eigenlijk merendeel hebben we gelijk via Greet laten versturen. Maar we hebben dus bijvoorbeeld de buren en nog een paar mensen waarbij het handig is als je gewoon even kan geven. Kijk nou hoe cute. Dat zijn wij. Met Borisje erbij. Superleuk. En we hebben dus een hele nieuwe kwadband. Echt. Ik weet niet, de voorband was lekker. Ik weet alleen niet of het links of rechts was. Maar En ik krijg ook een cadeautje aan de Adiploma. Die krijg je ook. Die krijg je vanavond dan, hè? Als je je Adiploma hebt gehaald. Ik weet niet wat er is. Nee, dat is deze doos. Dat is die doos. Kom op de doos overal. Is dat op de tafel daar zo? En er staat boven nog een doos van oma Karin, hè? Deze? Ja. Dan mag ik twee keer doosjes. Ik weet niet wat hier is. Dan weet je niet wat hier zit, hè? Spannend. Maar jij weet het wel. Ik heb het zelf. Maar goed, ik dus dat is ook een kwadband. Maar dat was ook nog een heel dingetje. Je zelf zijn kant in elkaar. Ja, het zit gewoon op de bob. Het komt gewoon van een online webwinkel. En joh, toen die band bezorgd werd, ik wist dus niet precies wanneer die bezorgd zou worden. En ik zit boven achter mijn computer. En ik hoor ineens de voordeurbel. Dus ik roep, ik kom eraan. Want ik heb gemerkt dat het heel handig is als ik dat ga doen. Omdat het best wel even duurt wat ik beneden ben. En dan denk ik dat we niet thuis zijn of wat dan ook. Hè? Als ik niks roep. En ik wil naar beneden lopen in mijn kloffie. En die man die was dus gewoon dat die deur open gedaan. Want de voordeur zat gewoon open. En hij zegt, is goed, want ik leg het hier voor je neer. Oké. Stond ineens alleen de man in mijn huis. En Boris deed niks. Cool. Ja. Maar ik denk als die meneer slechte bedoelingen had, dat Boris wel heel boos was geworden. Want al die zoiets wel uitgegooid postbode. Maakt het uit. Maar goed. Ik hoorde je zo graag opmaken. Ja, wanneer mag dat? Als ik klaar ben. Ja, als je je A-diploma hebt. Zou je ook een medaille krijgen, net als Logan? Yay! Spannend, hè? Er is helemaal niks spannend aan. Je doet gewoon wat je altijd doet. Dus gewoon goed zwemmen. Dan maakt het helemaal niet uit. Toch? Je moet niet je tenen meer breken. Dat is niet heel handig. Yeah.
Zo, een grote en? Kleine. Wauw. Oh, ja. Dit is een meisjespuppy. Ik ga meteen. Hoop je. Wat zeg je dan? Dankjewel, mama. En? Pascal. Krijg je dus? Pascal ook. Oh ja, welkom bij deze vrijdagmiddag alweer. Het is eigenlijk niet zo druk vandaag, maar goed. Dus ik kan het wel heel druk zijn. Het is zelfs een beetje korte ochtend. Je moet om 11:15 weer een brug en dan ben je net klaar met lunchen en dan wil je weer een boven. Oh, stond hij niet aan dan? Hey, kijk, zet het maar even aan recht neer. Ik kijk er zo even naar. Maar Brooke wou in het kader van de Happy Stone, wou ze zelf stenen gaan verven, hè? Ja, dus dat gaan we heel even klaarleggen. Lola is weer op terug, dus ik kan hier ook even meedoen. En dan gaan we daarna maar een kerstfilm kijken. Is dat een goed idee? Ja. Even terug. Ja. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide.